De Radio 1 Sessies. Al die boeken, al die films, al dat theater, al die body art, al die catharsis. Al 40 jaar ben ik getraind in leed dat maar niet gebeuren wil. Wanneer valt er eindelijk eens iemand dood om wie ik zoveel geef dat ik het zelf niet overleef? De ene wacht op barbaren. Ik wacht al zo lang op mijn vlijtig voorbereid bestaan. En wanneer komt het nu? Wanneer begint dat hier? En van al dat wachten van mij groeit maar jachten, overdag dan toch. Connie zong het aan de telefoon. Jij leidt aan horror vacui, mijn schatje. En jawel, het is zo dat telefoneert maar ik. Dat mailt maar ik. Dat holt maar van hot naar her naar habbekrats ik. Want wie beweegt mag godzijdank vergeten om te overwegen. Komt dat nog? Begint dat hier dan nooit? Maar dan breekt aan de vaderlandse nacht. Oye, la soirée belge. Plus fort encore que sa praline. O straatlantaarns, oranje gloed. Verhevigd leven. Te zien vanuit onze zolderraampjes en zelfs Apollo 17. O spinnenweb van discodraden over ons gezamenlijke zwarte gat. O Belgen trots, ontstekend als onze keet stokt en als de avond valt. Als hij valt gelijk, een deken valt over overrederijen. En dan die snelweg. Die snelweg wordt een schouwburg in de lengte. Give me a spotlight and my name is Caesar. De steden worden een arena in de leegte, waar bloed vloeit in te scherpe bochten. Waar mensen smokkelen als boter en uit elk gebaar spreekt plots een zin. 2 minutes to curtain, sir. Uit elke zin een noodlot, veel gelaagd en o zo schitterend. Nog steeds het niets oké, maar wel... Kom aan, juister uitgelicht en aangekleed dan bij Les Misérables. En ik zit zo jaloers en bang daarnaar te kijken als naar een scherm. En ik doe mijn ding. A la la noire. O moederland met zijn murmelende kelders. En toch met zijn velden. Vol varkens, schier en al die kinderkopjes rijpend op een rij. O moederland, die witte hersentjes liggen bloot tussen groen loof te wachten tot een ooievaarder in pikt en wrikt. Wie wordt geboren hier, moet aan zijn wortels rotten uit deze klei. Komt niemand vrij, maar we nemen er ook niemand bij. Als wij iets kunnen trekken, dan zijn het grenzen. Hebben ze papieren? Scheissen ze ohne handen? Als wij iets kunnen lezen, dan zijn het formulieren. Krabbend in het kruis van de verveling. De verveling van Bloody Mary, Christmas, kut, cadeaus, kalkoen en katers. Wij knikkeren met de ogen van wie komen kijken naar hoe wij, de mens, met ons bestel verheffen. Wel beschut door feestpapier van rijkswachters en vestingswetten. Rijkswat? Allez, Marie-Josée, Marie-Josée. Et pourtant, ze zijn zij ook maar mensen gelijk of wij. Of is het omgekeerd? Enfin, neemt nog een pint, Julien. En blijft met uw poten van mijn wijf en speelt wat op uw mond muziekske. Wanneer komt het nu? Wanneer begint dat hier? En maak er maar iets schoons van, Julien. Want wij, Belgen, wij zijn een volk van dichters en genieters. Wij, Belgen, we zijn een volk van dichters.
En